naam is Elsbeth Hooyer en ik heet u namens de werkgroep Herdenkingen Tweede Wereldoorlog de Disterberg van harte welkom bij het Kruis in de Duinen te Helvoort. In het bijzonder heet ik welkom wethouder Dumaine van de gemeente Vught, de heer Henk Peters, Sam Leijen van basisschool Meerdijk uit Waalwijk en haar ouders en haar zusjes Bo en Lotte, zeg ik het goed, ja? Mevrouw Tonnie van Opstal, de heren Tjarko Schuurman en Jimmy Hilge en de heer Pierre van den Hurk. Dit kruis dat is een herdenkingsmonument voor de gesneuvelde Britse lanskorporaal Ivor Calvert. En die is op 27 oktober 1944 hier in de omgeving gesneuveld. Ivor Calvert is de zoon van Robert en Elsie Calvert en woonde in Sale in Cheshire. En hij is 23 jaar oud geworden helaas. Hij maakte deel uit van de 2nd Derbyshire Yeomanry en in 1942 vochten zij in Noord-Afrika. Eind 1943 keerden ze terug naar Engeland en werden ze toegevoegd aan de 51ste Highland Infantry Division. Ze vochten in Frankrijk en in september en oktober 1944 vochten ze hier bij de Maas. Mag ik nu de wethouder Dumaine uitnodigen voor zijn toespraak? Vieren we de bevrijding in ons land? Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking. Dan herdenken we overal in Nederland alle militairen en burgers uit het Koninkrijk der Nederlanden die in de Tweede Wereldoorlog of in oorlogssituaties of vredesoperaties daarna zijn omgekomen of vermoord. Natuurlijk verdienen al deze slachtoffers onze dankbaarheid, respect, erkenning en nagedachtenis. Natuurlijk mogen wij niet vergeten en moeten we stil blijven staan bij het offer dat zij hebben gebracht. En natuurlijk moeten we blijven leren van de lessen die de geschiedenis ons geeft. Elke 4 mei weer. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen van deze tijd, vooral jonge mensen, best moeilijk is om stil te staan bij slachtoffers die ze nooit gekend hebben. Mensen waarvan ze in de meeste gevallen eigenlijk ook nooit gehoord hebben en die in de meeste gevallen al zo lang niet meer in ons midden zijn. Dat was in 1945 natuurlijk heel anders. De oorlog was net geëindigd en in veel gezinnen, families en gemeenschappen vielen doden te betreuren. Toen was de herinnering aan deze mensen nog vers en het verdriet over het verlies van geliefden en dierbaren overal in het land schrijnend, vooral bij nabestaanden. Vandaag is het geen 4 mei, vandaag is het 6 november. Vandaag herdenken we niet alle doden in het land, maar 2 jonge mensen die in deze omgeving om het leven kwamen. De Britse soldaat Ivor Calvert en de Helvoortse jongen Kees van Iersel. En als we aan Kees denken, denken we ook aan zijn jonge broer Sjefke, die een half jaar eerder om het leven kwam. Het verhaal rondom dit monument, opgetekend door Henk Peters, is aangrijpend. Hier zoomen we in op een persoonlijk drama in deze omgeving. Het gaat om bekende families en slachtoffers, mensen van hier. En hoewel ook hier de tijd wonden hield, wordt dat drama dat zich hier heeft afgespeeld nooit deel van een groter anoniem geheel. Dat maakt kleine monumenten en herdenken als dit zo belangrijk. We zijn vertrouwd met de omgeving. Velen onder ons kennen, direct of indirect, de mensen en het oorlogsleed dat we hier herdenken. Onze ouders, grootouders, buren of kennissen maakten deel uit van de gemeenschap waar dit gebeurde. Dat alles brengt deze verdrietige gebeurtenis dichtbij. We kunnen ons er beter mee identificeren. En daardoor begrijpen we hier, op deze plaats, misschien nog wel beter wat oorlog teweeg kan brengen. En hoe diep de geslagen wonden zijn. Sam, dank u wel. Leijen, ik wil jou vragen om naar voren te komen. En dan mag jij hier jouw gedicht voor komen lezen. Dat kun je heel goed, want je hebt een heel mooi gedicht gemaakt. Kom maar. Ga maar een beetje dicht bij de microfoon staan. Succes. Ik zat binnen te denken aan die tijd. 77 jaar geleden werd Nederland bevrijd. 5 jaar heeft deze oorlog geduurd. Veel mensen zijn toen weggestuurd. Wij leven hier gelukkig niet in oorlog en geweld. We zien geen mensen die door een geweer worden geveld. Ik hoef niet bang te zijn voor bommen en soldaten. Of voor verraders die hun land vergaten. Ik weet dat veel mensen spoorloos zijn verdwenen. We moeten stil blijven staan. Ik nodig de heer Henk Peters uit, die het vraag gaat stellen over Kees van Iersel en Ton van Dijk. In 2009 schreef ik het artikel
Oorlogsmonumenten in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. En over dit monument had ik geschreven dat Kees van Iersel hier omgekomen was door het spelen met een mijn, dat zijn broertje Johan weggerend was samen met een Rotterdamse evacuee. 3 jaar later kreeg ik telefoon van boswachter Frans Kapteins en die zei: Henk, ik heb hier iemand bij me staan en die weet alles over dat monument. Mag ik jouw telefoonnummer aan hem geven? Ik zeg: nou, dat is prima. En toen kwam ik in contact met de Rotterdamse evacuee Ton van Dijk. En die zei: wat jij geschreven hebt, dat klopt niet. Want ik ben hier weggerend. Ik lag hier zwaar gewond. Ik zeg: en hoe is het daar gekomen? Vertel jouw verhaal eens. Dat kan ik niet, zei hij. Hij was zeer geëmotioneerd, want hij had 69 jaar lang zijn verhaal nooit aan iemand verteld. Door gerichte vragen te stellen, vertelde hij dat dat zijn moeder zou moeten bevallen van een kind in Rotterdam. En hij was een beetje een druk baasje en dan zou hij voor een paar weken hier bij de familie van Iersel in Helvoort zijn. Maar door de voortgang van de oorlog, want Helvoort is bevrijd op 27 oktober... en daarna is Noord-Nederland nog niet bevrijd, moest hij hier blijven. Zometeen wordt de Last Post geblazen door de heer Pierre van der Hurk. Wij zullen niet alleen Ivar Kelvert herdenken, Kees van Iersel en Ton van Dijk, maar ook alle mensen die ons zo dierbaar zijn en die zijn heengegaan.